uitstekend. Is een vorm op doel van de wiel. Prima, Matthijssen. Pieters achterin. Controlerend Strootman, die dus de voorkeur krijgt boven Nigel de Jong en Mark van Bommel. Van de Vaart op 10. Kuit vanaf de linkerkant, Van Persie vanaf de rechterkant. En Huntelaar is de spits. Huntelaar die in deze EK-kwalificatiereeks al 10 keer wist doel te treffen. Prima dus centraal achterin. Hij naast Joris Matthijssen. Natuurlijk kan hij dat heel goed. En heeft die ervaring van Matthijssen naast hem. En Strootman dus de voorkeur boven Nigel de Jong. Hij naast Mark van Bommel. En dit is de opstelling van Moldavië. Misschien dat u nou niet meteen van die stoel valt en denkt... Oh ja, die. Toch 7 van deze mannen van Gabi Balint, de Roemeense bondscoach van Moldavië. Speelden ook in de heenwedstrijd tegen Nederland zelf nog. En zij maakten het oranje best knap lastig. 1-0. Van de Vaart. Links van Persie. Lekkere bal van Persie. Meteen dood. Meteen onder controle. Tussen twee man door. Ja, dat was een knappe actie van Robin van Persie. Die bal die raakte de lat op. En een prachtpaas van de Vaart. Meteen onder controle. En dan, oeps, langs twee man. De lef om te schieten. En dan via de lat. Van Bommel. Van Persie, goede bal. Huntelaar net niet. En dan is hij voor Van de Vaart. Als daar de keeper zo erbij, dan komt hij niet meer langs. Strootman. Ah, jammer. De redding van Stanislav Namaschko. Hier zit hij al goed tussen. En dan komt Van de Vaart nooit meer langs. Van de Vaart. Strootman. Er staat natuurlijk geen verbod op om te schieten uit de tweede lijn. We zullen dat ook maar eens proberen. Bruma. Van der Wiel. Strootman, Kuit en Van Persie. Mooie dreigende actie. Van Persie krijgt de rug van Kuit. Wat een vergelopen. Nou, niet als... Dus daar nog zwaar worden. Van Bommel. Strootman. Kuit. Huntelaar, Van de Vaart en het schot wordt gepakt door Namaschko. Even min, of even zeer, want hij verdient die vrijheid erop. Hoog in het publiek, de vrije trap van het Nederlands elftal. Hier is Van Huntelaar. En dan is het Kuit. En dan is het nog een keer Kuit. En dan is het weggekocht door Armas. Kuit. Pieters. Goeie bal, goede kopbal. Oh, weer een goede redding. De kopbal was van Van Persie. En weer die Namaschko. Respect voor die doelwachter van Moldavië. Dat is een knappe kopbal. Een beetje een lelijke redding, maar wel. Kuit en dan even het aantikje van Huntelaar. De grensrechter hield zijn vlag naar beneden. Op Van Bommel door Alexeyev. Kuit goed weggelopen. In één keer kan dat. Nee, dus nu geen ruimte voor. Dan naar Huntelaar. En dan zit hij wel.
Heel scherp Klaas-Jan Huntelaar. Die alweer zijn 11e goal maakt in deze EK-kwalificatiereeks. Daar loopt Kuito weg. Wordt goed gevonden. Ziet waar het doel is. Ziet dat er geen kans is om te scoren. Maar prachtig neergelegd. Prima paas. Mark van Bommel naar de goede loopactie van Kuit. Het overzicht van Kuit. En de klasse score ook van Kuit. Strootman, ja, van de wiel. Van de wiel, van de wiel, van de wiel! Komt er binnendoor en moet dan met links iets proberen. Zoek dan de verre hoek. Naar Strootman, naar Van Bommel en Van der Vaart. Pieters. En dit is Van Persie. En weer op de lat. Dit keer iets wat duidelijker zichtbaar dan die bal op de lat in de eerste helft. Dus ze dalen iets meer. En steeds meer. Een groot aantal spelers wel degelijk goede wil aan de dag leggen. Onder wie Robin van Persie. Maar er zit er altijd alweer een Moldavische voet. Staan die 100%. Alles wat er gespeeld is, werd gewonnen. Sommige overwinningen waren prachtig. En andere waren moeizaam. Klaas-Jan Huntelaar. De maker van de enige goal. Dat deed hij in de eerste helft, in de 40ste minuut. Ook in Moldavië was hij de maker van de enige treffer.